Kijk, die bollen zijn dus allemaal gesnieten, hè? En Huub ruimt. We doen het wel helemaal met z'n tweeën. Metafysische tuin. En die gouden plant werd de metafoor voor het verlangen van de mens om zich te ontplooien, te openen. Wat mij eigenlijk het meest fascineerde, dat was eigenlijk dat hij bij alles vragen stelde. Van wat is de zin van het leven en hoe geef ik dat leven vorm? Terwijl ik juist echt een soort aarde was en dacht van, nou, je pakt het gewoon met twee handen. Dat is wat het leven heeft. Dus dat waren eigenlijk ja, de eerste hele sprankelende ontmoetingen die... Het was voor mij een enorme verrassing dat ik iemand ontmoette die leefde, die er gewoon was. En helemaal geen, niet die al die vragen stelde die ik stelde. Nee, de verrassing was, dat ze zo spontaan op alles reageerde en direct eigenlijk een antwoord had op dingen. Enfin, levensvreugde straalde ze uit. En dat was ook... Ja, en ik was eigenlijk altijd maar op zoek. En dan denken, wat is, hoe moet ik nou leven? Hoe geef ik dit leven nou vorm? Enfin, compleet, een openbaring voor mij toen ik haar ontmoette. Dat kasteel gekraakt. Dat woord bestond toen nog niet, maar dat was wel zo. En dus die woonde daar net en ik ben daarbij ingetrokken, dus wij hoefden ook geen huur te betalen. Maar ik zag alleen dat er niet genoeg gebeurde en dan stelde ik van alles voor. En zo kwam er iets op gang waar we over gingen praten en daar groeide dan een idee uit. We waren aan het zaaien en aan het poten en we verwonderden ons zo over hoe dat leven zich eigenlijk manifesteerde en hoe daar die drang in zit om te ontplooien. En toen zei Adelheid, zullen we die proces eens vast gaan leggen? Zo simpel. Dus de anima mundi. En dan heb je hier dus de vijf wereldreligies. Alle religies samen tot één grote bloem. In alles wat je hier rondom je ziet, kun je dat terugleiden tot dat kiemplantje. He? Hoe je het ook draait of keert. Want dat werd de grote leidraad. Ja. Opengaan. Ja. Dat, dit gebaar eigenlijk. Dat is de kern eigenlijk van ons werk. Vanuit het donker, hè, uit de aarde naar het licht. En ja, dat wil toch ieder mens wil eigenlijk worden wie die in diepste wezen is. En dat je een schepper, ja. Dat eigenlijk de uitdaging is dat jij meeschept. Dat je een schepper mag zijn. Ja, en daarom noemen wij... het leven dan ook, het leven als kunstwerk. Eigenlijk is ieder mens een uitdaging van de evolutie. Ja, dat is het.
ja. Dat, ga jij het antwoorden? Nee. Dat is een proces. We hebben nu op de websites, staat overal dus Huub en Adelheid, ook bij de foto's. Maar de plaquettes, daar zit een kostenplaatje aan. Ik was 17 toen ik Huub ontmoette. En Huub was 33 en was al beeldend kunstenaar. Daar had hij eigenlijk net, wat hij vertelde, voor gekozen. Dus in... Ja, ik vond het zo normaal dat ik eigenlijk dacht voor hem. Want hij was weliswaar heel een geweldige filosoof, maar hij had moeite om de dingen neer te zetten, om ze te visualiseren. En ik was daar heel goed in. Alleen dat was ik mezelf niet eens bewust. Die dingen gebeurden gewoon. En daar hadden we eigenlijk allebei vrede mee. Totdat ik natuurlijk heel langzaam terugkijkend dacht van, hey, is toch een beetje vreemd. En dan ga je een proces in. Zo simpel is dat. Niks meer en niks minder. En dat heeft tijd nodig. Ja, dat is ook voor mij een proces natuurlijk geweest. En ja, dat is nou het wonderlijke. Het was gewoon zo. Ik was naar buiten het gezicht. Maar de werkelijkheid was dat onze keukentafel, hè, onze keuken, dat was onze cockpit. De pot is eigenlijk een metafoor voor onze sociaal-maatschappelijke gebondenheid. We hebben een hypotheek. We hebben onze verantwoordelijkheid voor het gezin. Gaan we door, gaan we door, gaan we door. Dus dat is die potplant. Maar daarbinnen heb je toch de vrijheid om je te ontplooien. Dus het is een soort beeld geworden van hoe je als mens eigenlijk in de maatschappij staat. Het verlangen om je te ontplooien, maar je bent gebonden aan je sociaal-maatschappelijke bindingen. Hier hebben we eigenlijk geprobeerd om alle facetten die wij, zeg maar, die echt typisch Huub zijn, typisch Adelheid, hè, zoals we elkaar ontmoeten en een leven lang samen hebben gewerkt, bij elkaar gebracht. Dus je ziet hier architectuur, tuinarchitectuur, beelden, filosofie, een leven lang. En dat is eigenlijk wat we hier geprobeerd hebben samen te brengen in een, ja, wat ze op het Duits zeggen, een gezamtkunstwerk. We zeggen wel vaak, Huub de filosoof en ik de aarde. Ja. Dat is wel een hele mooie combi. Omdat je hebt niet zoveel combi's, wat je net al zei, hè, duo's.